Mijn volgende gast, Felix Speerans, schreef opmerkelijke openhartige boeken. Bij de psychiater, Gesprekken met gekken en zijn recente boek Psychiatrie verkeerd met DT gaan over zijn eigen psychische problemen en zijn zoektocht in de psychiatrie. Felix is dan ook al meer dan 30 jaar psychiatrisch patiënt. Volgens de dokters heeft hij neuroses, is hij manisch depressief en paranoïde en leidt hij aan achtervolgings- en godsdienstwaanzin. Hij was kind aan huis in heel wat psychiatrische instellingen en slikte kilo's medicijnen. Nu raakt hij er stilaan bovenop, dankzij zijn vrouw en zijn boeken. Felix, welkom. Ook zo. Ja. Felix Speerans is eigenlijk niet uw echte naam. Hè? Het is Latijn voor gelukkig hij die blijft hopen. Ja. Ja. Waarom deze naam? Wel, dat is een boodschap aan anderen. Voor mij niet. Hè. Ik zal toch nooit gelukkig worden. Maar als jij er een zin in ziet, is dat goed, vond ik. Ja. Mensen moeten hoop hebben. Hè. God, dat is al direct heel zwaar wat dat u zegt. Hè. Ik zal toch nooit gelukkig worden. Ik ga daar natuurlijk op ingaan. Hè. Maar is er een reden waarom u uw echte naam niet gebruikt? Ja, de reden. Ik wil mijn kinderen daar niet mee belasten. Hè. Zenuwziek zijn is nog altijd taboe voor deze maatschappij. Een van de redenen waarom dat ik schrijf. Waarom ik ook naar hier kom, om laten zien dat wij ook mensen zijn. Ja, want vandaag treedt u toch eigenlijk een beetje uit de anonimiteit. Ja. Ja. Een van uw boeken heeft als titel Gesprekken met gekken. Ja. Ja. Beschouwt u zichzelf als gek? Ik ben niet altijd gek, hè. Ook niet in de term die jullie gebruiken. Maar ik heb wel al dwaze dingen gedaan als ik psychotisch was. Mm-hmm. Dat ik niet eens wist wat ik deed en zo. Zoals wat? Met een pyjama op straat lopen in het midden van de winter en zo. Tegen de verkeerslichten gaan praten en zo. Hield ik de mensen tegen. Ik zei, kijk ze, dat licht is rood. Hè. Als je even wacht, doe ik dat groen worden, zei ik. Ik kreeg gelijk, hè. Ja. Ik zei, als je nu even wacht, doe je terug. En ik dacht dat ik dat was en zo. Maar heeft men u dit achteraf verteld? Of was u zich nee, daar... dat is echt voor ons. Hè? Ja. Een psychose, wij beleven dat echt. Hè? Maar herinnert u zich dat nog? Bent u zich daar van dat moment op bewust? Dat was op een zondag. Ah ja, u weet dat zelf. Zo'n zaken vergeet je niet. Dat is veel intenser leven dan de gewone mens heeft. Daarom dat het voor mij ook zo moeilijk is om nog echt gelukkig te zijn. Als je manisch bent, als je psychotisch bent, als je tussen de sterren kunt wandelen, in de hemel met God de Vader en God de Moeder kunt spreken. Maar jongens, dan is deze zever. Hè. Maar dan, wat doen ze? De eerste die dat te horen komt, dat je zo bezig bent, pakt u vast, psychiatrie binnen, ze spuiten u plat. En dan heb je u zegt dat u tussen de sterren wandelt en dat u met God de Vader spreekt. Met God de Moeder. En God de Moeder, ja. En is dat dan fijn als u dat doet? Voelt u zich dan goed? Ja, dat is plezant. Ik heb al tegen mijn psychiater gezegd, ik zeg, als er nog zoiets iets gebeurt, laat mij maar rusten. Maar dan heb je geen eten, geen drinken nodig, je moet niet slapen, je kunt alles. Ik zeg, laat mij maar rusten, dat is zo plezant. Hè. Als je plat spuiten, kom je direct in een depressie terecht. Wanneer heeft u voor het eerst psychische problemen gehad? Dat was de 13 juli van 1968, op een zaterdagavond. Ik kwam thuis en mijn vrouw en mijn kind waren niet thuis. En ik kreeg schrik dat die er van onder getrokken waren. En ik kreeg een panische angst. Maar ik wist dat niet. Hè? Dus ik kreeg schrik. Maar ik heb nogal schrik gehad. Hè? En in één keer viel ik daar voor dood neer. Zo een soort epileptische aanval. Ik viel daar neer. Ik werd stijf. Het schuim kwam over uit mijn mond. Ik kon niet meer bewegen. Ik dacht bij mezelf, nu gaan mijn ogen wegdraaien. En dan is dat hier gedaan. Hè? Een buurvrouw mij gevonden, mijn vrouw geroepen, die was in de geburen. Dokter geroepen, is hem katholiek, zegt hem. Ja, heel katholiek, zegt mijn vrouw. Altijd maar een pastoor bij, zegt hem. Pastoor komt, bedient mij langs alle kanten. Een dokter was al weg, hè. Een uur later komt hij terug. Ah, hij leeft nog. En hoe oud is hem? 24. Ah, had toch iets moeten proberen, zegt hem. En dan heeft hij mij een injectie gegeven. Misschien een kalmeermiddel. Maar dat een dokter mij niet naar een kliniek voert, dat begrijp ik niet. Hè? Dan heb ik zo al een dagen kreeg ik terug zo'n crisis vanaf die moment. Tevoren was ik nooit ziek geweest. Hè? En ja, ik had een verkoudheid of zo. En dan lag ik daar achter adem te snikken en door te gaan. Dus dat was vreselijk toch, wat u daar beschrijft. Dat is afschuwelijk. Ja. Zeg, ik lees in een van uw boeken dat u vaak stemmen hoort.
Vaak, dat is te zeggen, dat gebeurt meestal als ik moe ben of slecht geslapen heb of zo. Herinnert u zich de eerste keer nog dat u uw stemmen hoorde? In mei 80 in Lourdes. Ik ging naar Lourdes. Om te bidden, om te genezen. Ja. En daar heb ik met God en moeder gesproken. Maar lacht maar, hè. Lacht nee, maar. Ik lach u niet uit. Ik glimlach. Als zij zegt dat zij God en moeder is, ja, kan ik niet zeggen dat het niet waar is. Hè. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Van wel, ja, je ziet dan van, maar je kunt dat niet zeggen, dat is slechts sprookjes. Hè. Ja, maar probeer toch eens. Dat is heel interessant. Dus u ziet dingen en u hoort stemmen. Ja, zien, dat is meest zo een wazige schijn, een soort licht, alle mogelijke kleuren. Maar meer zo wit, geel, roosachtig, zo geweldig schoon. En dat is dan het al, hè. Je ziet niks anders dan dat. En muziek, ik kan geen nood muziek verdragen, hè. Wat dat was zalig. Hè. Ik kon daar even naar luisteren. En, dus, en dan hoor je daar stemmen die zeggen, van, jongen, wat hebben ze er allemaal wijs gemaakt? Hè? Want ik ben met de paters naar school geweest, ik ben pater willen worden en zo. Ze hebben mij daar weggestuurd omdat de pater zei dat ik de eeuwige gelofte van zuiverheid niet kan afleggen. Ik moest trouwen of ik ging naar de hel, zei hij. Ik ben getrouwd en ik kwam in de hel toen. Hè? Ja, dan weet ik het ook niet meer. Hè. Nee. En, maar ik bleef katholiek tot in 80. Ik was toen 36 jaar. En toen is het daar een loert in de esplanade helemaal op een bot uit elkaar gevallen. Ik ben wel verschoten. Hè. Dus God de Moeder, zegt u, sprak tot u? Dat al die fabeltjes uit de Bijbel en zo. Dat allemaal niet waar was. Zeg, was u niet, want u beschrijft het nu eigenlijk als iets moois. Dat was mooi, maar achteraf heb ik wel verschoten. Zo. Waarom? Dus heel die boel die invalt, dus heel dat luchtkasteel dat invalt, heel dat zandkasteel dat invalt. Voor mij was er maar één, dat was afzien hier, om de hemel te verdienen later. Zo was dat ons bijgebracht. Hier, dat is niks, heeft niks te betekenen, trekt u dat niet aan, doet boete en van die dingen, en later gaat er naast onze lieve neerzitten. En dan komen ze daar zeggen, nota bene in Lourdes, dat dat allemaal niet waar is. Dat je hier moet leven. Ja, maar dat kon ik niet meer. Hè. Ik was 36 jaar, ik had het nooit gedaan. Ja. Begint er maar aan. Hè. Dan heb ik een maand of drie op zolder in het donker gelegen. Mijn kinderen brachten mij eten op zolder. Mijn vrouw keek al lang naar mij niet meer om. Die wist dat ik spoken zag en zo. Hè. Want zij heeft u dan in de kliniek laten opnemen? Ja, en die heeft de psychiater gezegd, kijk, hier redden ze. Ik moet hem niet meer hebben. Zorg er goed voor en houd hem maar. Ja. Hoort u vandaag de dag nog stemmen? Vandaag de dag, mijn momenten. Dat is niet zozeer stemmen. Ik heb altijd zo de indruk dat ik gespleten ben. Dus ik persoonlijk, ik heb die boel hier overdag. Ik vind dat niks. Hè. Versta ik niks. Het liefste wat ik doe, is in mijn bed of op de sofa liggen. En laat mij gerust. Maar dan op een moment, dan begint hier iets te knagen van binnen. Van, je moet iets gaan doen. Wat moet je gaan doen? Ik kan niks doen. Schrijven. Ah, wel, onder andere, dat is een van die opdrachten geweest, schrijven. Hoe bedoelt u een van die opdrachten? Een van die stemmen heeft u gezegd dat u moest gaan schrijven? Zoals ik kan schrijven. Alles is al geschreven. Ik kan me nooit een brief schrijven. Ik kan niet typen met mijn twee vingertjes. Ja, maar niks aan te doen. Als ik tegen die stem inga, word ik ziek. Hè. Dus ik weet niet wat ik ga zeggen. Ik ga naar die computer en met mijn twee vingertjes. Maar dan ben ik kapot, hè. Zo drie dagen een boek schrijven. En dan laat ze mij gerust, hè. En dan lig ik daar weer al. Gelukkig had mijn vrouw me ook gerust. U heeft in heel wat psychiatrische instellingen gezeten. Ja, hè? Dus u bent eigenlijk echt wel een kenner. Hè, en in de 50 psychiaters gehad. Goh, 50 psychiaters. En zo 10% daarvan wil ik nog wel eens terugzien, maar die anderen liever niet. Hè. Ja. Wat deden ze dan? Ze spoten u plat, zegt u ook. Ja, maar dat plat spuiten moet je met langs twee kanten bekijken. Als je psychotisch zet of zwaar manisch, moeten ze u plat spuiten. Kunnen niet anders. Ja. Ze krijgen nu niet eens kunnen. Of het plat spuiten is de dwangbuis van vroeger. Het systeem is niet veranderd, de middelen zijn veranderd. Maar we leven nog in de middeleeuwen. Ik moreel cijfer leef ik op de radio. Psychiatrie leeft nog in de middeleeuwen. Hè. Dus dat is zo, daar bent u mee. En dat is een tyrannie en een dictatuur. Een staat in de staat, je hebt daar niets te zeggen. Hè. Ik heb veel momenten gehad in mijn leven dat ik nergens naartoe kon. Maar daar namen ze mij altijd op. Daar ben ik hun dankbaar voor. Maar wat ze mij dan aangedaan hebben daar, dat is iets anders. Hè. Dus in dat opzicht heeft de psychiatrie u toch wel geholpen? Met het doseren van de medicatie en zo? Maar als ik durf zeggen, jij zegt nu niks, jij zegt laat maar doen. Maar als ik nu, ik heb verleden week nog tegen mijn psychiater gezegd, zeg je,
gisteren namiddag ene gezien die 5 jaar dood was. Hoe zag hem eruit, zegt hem. Zegt gewoon zo. Had hij niet slecht geweest? Zo, ja. Zet hem wel over liegen. Wil ik erbij geven? Zegt zo, jong. 6-7 sloop ik daar ook scheef, hè. Ja, heb je ze al zien rondlopen? Die echt platgespoten zijn. Dat zijn zombies, hè. Dus ik hoor liever af en toe een stem. En ik zie, oh, dat was een goede kameraad van mij. Ik was blij dat ik die nog eens teruggezien heb. Hij lachte een keer. Ik denk dat hij mij uitlachte, maar ik weet niet meer wat. U lijkt mij absoluut niet gek. Schijnbedriegt, zeggen ze. Maar ik heb mijn verstand, hè. Maar er is wel één zaak, hè. Dus manische depressiviteit en schizofrenie, dat zijn de 2 zwaarste zenuwziekten die er zijn. Maar als je ze alle 2 hebt, compenseert het een en bek het ander. Maar ja, je moet ook leren leven met veel beperktheden. Als ik 's morgens opsta en ik voel me niet goed, dan moet ik wachten totdat het misschien wat beter wordt. Ups en downs. Je moet dat leren. Na 30 jaar leer je dat. Hè. Zo lang heeft dat geduurd. Dan, als je af en toe een keer een stem hoort, moet je niet direct naar de psychiater lopen en zeggen, spuit me plat. Laat die stem maar doen. Ja, laat die maar doen. Hè. Dat is ervaring. En discuteer daar heb ik mee. Maar we komen soms akkoord. Ja. Behalve als ik iets moet doen, dat kan ik niet tegen. Hè. Wat mag ik u toewensen? Voor het nieuwe jaar? Laat maar komen, wat komt dan? Zullen we daarmee afsluiten? En bedankt. Bedankt.